Illegale gouddelvers die achter de Mulo-school van Brokopondo Centrum activiteiten ontplooiden, zijn verdreven. Dit bevestigt districtscommissaris Ludwig Mendelsohn in gesprek met onze nieuwsdienst. De burgervader verzekert dat de gouddelvers van de plek zijn vertrokken en geen schade meer zullen aanrichten in het gebied. Ik heb een opdracht voor het ministerie van NH. Ja, ik heb een orde in de goudsector. Ontruiming bevindt plaats. En ik kan tegen dat ik wekelijks dat controle ik doe. Het is in de gebieden DC door OGS. De Maikoluku heeft de boeide in een gebied. Maar vooralsnog, ik kan tegen dat ik de ontruiming. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Maar werken echt intensief met machines. Dan dat niet vinden plaats drapen moro. Zelf op Ananistrand ontruiming vinden plaats voor de ponton sabbe de drapen. Zij hebben zich teruggetrokken. Ja, ja, ook daar hebben we afspraken naar de boy dat ook toe. Voor we kunnen rehabiliteren strandbakken. Want weekend week is zo'n toerist. Je begrijpt, als zo'n vakantie gaan zelfs, maar voor het district zou ik kon drapen. Omdat Ananistrand en staatslogeer gewoon de directe inkomstenbron voor het commissariaat. PO kan genereren middelen. Maar vanwege het feit dat je de pondo bij de euro kon aanstrand, dat is maar nog bij Komoro, waardoor u schrijft nog bij verdien niks. Ja, ja, maar we hebben in een verschiet dat je voor kan rehabiliteren aanstrand, waardoor u kan beginnen verdien bij elkaar drapen. Ja, ja, en dat de pondo haar ik moet drapen, dat je ziet dat je afwezig voor aanstrand Komoro mooi bij elkaar. Mendelsohn zegt dat de commissie Ordening Goudsector van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ook regelmatig controle uitoefent in het gebied. Dit om erop toe te zien dat gouddelvers zich niet opnieuw achter de school gaan vestigen. De DC zegt dat de pontons die zich ophielden bij Ananistrand zich teruggetrokken hebben op verzoek van de autoriteiten. Mendelsohn vertelt dat de controle ervoor moet zorgen dat de overheid uiteindelijk overal behoorlijk beheer over het gebied krijgt. De burgervader zal samen met de lokale bewoners werken aan de rehabilitatie van Ananistrand.